Ja, ik wil eigenlijk wel continue doen, maar ik wil wel een popjob nu aanmaken. Of kan. Gaat dat? Dit FPS hoeft nou voor mij ook niet. 120. Alles op ultra. Oké. Motion blur of standaard. Goed bezig. Nou, laten we die maar eens aanzetten. Even kijken. Dan vaak wat terug. Effecten. Ambient. Laten we daar eens even mee gaan beginnen. Dan zien we dadelijk wel hoe en wat. Counter. Surname. Moet ik alleen even kijken dat er geen gekke dingen op het surname staan. Nou, ik ga gewoon eens even play online doen. Is deze server online? Of hij is nog aan het starten. Even kijken. DJ. Oh ja. Zo. Complete. Dan. Oké. Even kijken of ik bij de settings kan komen. Oh, wacht, misschien. Shutdown. Dan niet. Hier hebben we een version mismatch. Dat kan natuurlijk ook. Er is in ieder geval aan het updaten. Waarschijnlijk zal het aanleggen. Gooi meteen eens even de database weg. Game log files weg. Weg. Waarschijnlijk niet in te zijn. Geen Steam schermpje meer, dus waarschijnlijk is hij geüpdate. Ja, dat zal waarschijnlijk de reden zijn dat hij hem niet kon vinden. Even kijken. Van 8. 8 van 8. Oh, bam. Daar ging vlug. Nou, play online. Aha! Latency van 1. Wauw. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Oh, dat moeten we dus eventjes anders doen. Dat het zo slecht als ze mag wordt gewoon laten zien. Gender selection. Oh, dat is female en dat is male. So, we gaan zo schoonlijk voor male.
Mechanical spiders. Er is hier gigantisch misgegaan, zo te zien. Even richting normaal zetten, even kijken hoe dat binnenkomt. Heel erg uit. Achterzetten ook. En flexibel. En over het algemeen ook wel uit. Zo, dus even kijken. Doe eens in de gaten houden. Dit is. Zo. Een. Helm. We moesten ook een helm vinden. Ok. Wat eten en drinken zo te zien gevonden. Onze helm heeft in ieder geval betere tijding zien. Wauw. Hoe zacht moet ik de zaak zetten? Het wordt alleen maar luider zo te doen. Wacht op, inventory. Ik heb een medkit. Medkit. Heel broken limp. Oh, heb ik een broken limpje? Oh, maar ik zie dat mijn held niet helemaal vol is, maar. Equip a ration pack. En equip oxygen canister as well. Even, ik dat. Oh, dat kunnen we zo wisselen. Goed. Oh, remove post. Zo. Go through the cloning facility exit. Oh, dus we zijn een kloon of zijn wij nou. Wow, bright light. Holy moly. Oh, dat is met een testparcours zo te zien. Deze duck. Mobile 3D print. Een ijzer. Ik heb de printer van je action alweer. Place your printer onto a hard surface. Iron ore to make 3 iron.
Dan. Upgrade your iron and nitrate to create pack of upgrade ammo. Oh, wacht. Not packs. Nitrate dan. En maar. Ja, dat komt. Kijk. Open shutters. Shoot through the glass. Skill tree U in de PDA en learn the excavator recipe. Place your printer onto a hard surface. Dat ik hem moest gaan wachten. Was eigenlijk wel te verwachten. We hebben dat eigenlijk alweer verwacht. Even kijken. Loot the scutter and use plus I have to dismantle the remains. Oh. Welding torch. Had ik op plaats gekocht. Dismantle the half built wall with your welding. Build wall. U en dan de square platform. Ja, please. Waar zit dat? Is het op 6? Gaat er dus hier worden. Setting. Controls. Even een paar slot. Probeer.
Vindt u mezelf terug? Oké. Okay. Dan moet nog lager. Jeltje, goedenavond. Even een sensitivity aanpassen. Aim sensitivity. Een dead zone? Oh, unusual controller. Unusual controller, oké. Okay. Nog niet alles. Exit cloning facility. Wat? We beginnen wel op west, dat is de bovenste. Ja! Back off. If you're hearing this message, then we didn't make it. I am, well, was Stephen Fall, Chief Engineer of the Unified Security Corps. I've implanted this program into your cerebral cortex so that it would activate itself upon your awakening. Listen, young one, something strange is going on here on Mars. We never fully understood what caused the system failures. Time was short, too short. The solar flare was inbound. It seems like it's up to you now to find out what happened to us and the Martian colony. Search out the planet, gather intelligence, our memories, and send them back to Earth. I know this wasn't the original purpose you were designed for, but you are our only hope in telling our story. You might run into other young ones here in the colony that are also waking up just as you did. They will no doubt be as disoriented as you are. Help them out as much as you can. Together, you will be stronger than as individuals. This is a barren planet, but we have found resources that allowed us to survive. I'm sure you can do equally well. Good luck, young one. Stephen Fall signing off. Okay. Ja, op zich wel goed. Een super zware dag gehad. 9,5 uur gewerkt. De helft van mijn pauzes niet opgepakt omdat het zo stervensdruk was. Wegen een kleine storing van 5 minuten. Dus en nu lekker een nieuwe survival game aan bekijken. Nitrate vinden. What the fuck vind ik nitrate? Ik vind genoeg iron ore in ieder geval. Hoe is daar, jongen? Kan nog alles? Oh, ik heb wel alles. Ik heb alleen mijn hopbal leeg gegooid. Question. Ja goed, kijk, vanmorgen vroeg een telefoontje van het werk. Sorry, we waren vergeten af te bellen. Dus voor niks, ze vroeg mijn nest ingegaan en vroeg opgestaan. Nou ja, heb
even een rustig dagje daarna kunnen hebben. Beetje vervelend natuurlijk, maar dat had erger gekund, toch? Dat had ook andersom kunnen zijn. Dat je laat naar bed gaat en dat ze je om 6 uur uit bed bellen zo van... Hé, kom. Huh? Natuurlijk wel unlocked. Even goed vervelend. Ja, tuurlijk. Dat snap ik helemaal. Maar, morgen ook gecanceld of weet je nog niet? Oh, oeps. Dus we waren gewoon iedereen vergeten. Ik ben nu bij stilgestaan van... En moeten die jongens eigenlijk laten weten dat ze niet hoeven te komen. Ja, ik weet niet hoeveel mensen er in dienst zijn, maar... Als er nu 500 in dienst zijn, dat er dan 10 uiteindelijk vergeet of niet aan toe komt. Dat het al te laat is om ze te bellen, om ze te zeggen als ze vroeg beginnen. Dat snap ik dan nog wel, maar... Hier ligt volgens mij nog niet. Oké, nee, is het kort. Mine iron ore from notes, salvage aluminium from AI remains. Moet ik dus ook gaan killen. Oké. Natuurlijk vind ik nou helemaal geen onnood meer. Wel, daar is het.
Do-d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 o. Van de 50. Wacht. Hier hebben we nog. Onbeperkt sprinten? Lijkt het wel op. En wel wat meer iron. Daar hebben we toch wel voor genoeg dingen nodig. Al is maar wat bullets zometeen. Uit wat er rechtsboven staan, dat dat de flops zijn. Ik weet nog niet wat het is, maar het lijkt op een currency. Maar dan moet ik AI remains vinden. Of remains maken, even twee. Dit bedoelen we met AI remains. Biomass. In aluminium van. Auw. En een lijpspin ook. Je hebt guns. Oh, aluminium. Waarom mag ik jou niet looten? Een stuk. Open container. Oké. Okay. Dat willen we wel. Ja, nou, een spinnetje. Zie wel. Reclaim. Oh, 100 flops. Ja, wat moeten we nou doen? Restore your oxygen supply at one of the access terminals along the pipelines. Dan deze of die grote die we net zagen. Dat ging nog net goed. Fire biomass. Om supplies of AI remains, cabbage, kara debris. Lijkt op een generator, maar geen oxygen generators. Oh wacht, daar hebben we die andere pijp. Ik ben benieuwd of je in zo'n basis kunt wonen of dat je per se zelf aan moet bouwen. Toch wel makkelijk als zo'n kant vanuit.
En wat bij maken, denk ik. We hebben er nou nog maar 11. Voorlopigers dus vooruit. Bezig. Daar zit niks in, maar die is groot. Oké. Dan kunnen we dat in ieder geval zien. Daar is die. Dat we in deze gebouwen gaan kijken, maar. Oh. Ofwel, biomass. Of de draai-ration. Nou. Oké. Zes. Dan krijgen we een nutrition. Scavenge, salvage. Scavenge, scatter debris. Zet een nitrate. Is dat oké? Oh, complete. After welding tool MK1. Dat zou moeten lukken ondertussen. Oh, ik moet geunlocked worden. Zo, dan even kraften. Not safe for raw consumption biomass. Oké. Waar is mijn tool nou? Ik zal hem eens gepikt hebben. Schijnbaar, want daar is hij.
Oh, foundations. Dat gaan we niet hier binnen doen, hè? Oh, we hebben ook een map. Volgaan. Dan hier ergens de berg op gaan, want hier hebben we sowieso oxygen zitten bij die terminal. Want we weten natuurlijk op dit moment niet wat een goede plaats is, ja of nee. Dan zien we deze game nog nooit gespeeld hebben. Ik moet wel zeggen, hij loopt lekker vloeiend ondanks dat ik hem op ultra heb staan. Och, ik heb helemaal de tering. Och, de directie. Is niet voor toepassing voor mij. Kom niet op de werkvloer, ik kom niet in de lift, ik kom niet in de traphal op de zaak. Dus niet van toepassing. Ik snap dat ze het naar iedereen sturen. Wacht. Jou hebben. Jou hebben. Die. Waar. Gaan we wel wat doen als ik dat bovenaan op dit puntje begin. Zo. Dus afbouwen. Oh, ik heb niet genoeg ijzer. Ik kan er wel een paar maken, zo. Even mijn slof aan op voet te krijgen. Dat was best grappig gehad. Ik weet niet of je het gezien had. Toen ik inlogde op de server voor deze game, had ik een ping van 1. Al veel dingen gezien met games op mijn eigen server, maar een ping van 1 heb ik nog niet gezien. Ja, daar stond ik ook van te kijken. Dat ik dat zo, als ik het lokaal zou hosten op mijn PC, zou ik zeggen, oké, 1 kan ik me voorstellen. Maar ik had toch wel verwacht dat ik op een ping van 2-3 zou zitten, op zijn minst. Ik doe gewoon eentje craften, ondanks dat we dat nog niet hoeven te doen. Dat op rolls en window frames, 4 stuks. Kan technisch gezien. Waar kan ik die nog claimen als ik
gemist heb. Oh, hier. Walls kennen we nog niet. Full walls. Dan moeten we eerst even unlocken. Full engineer. Wall. Post. Ja. Een full, half wall. Full armor. Oké. Doorframe moeten we ook. Amen. Ja, het zijn amen. Ceiling tiles. Eerst nog even hoog. Ah. Jammer. Anders komen we natuurlijk niet uit met ons oneven aantal wat we normaal gebruiken. Komen we ijzer tekort, gaan we wel weer ijzer farmen, ik bedoel. Tot nu toe is het nog niet echt een probleem geweest om ijzer te vinden. Nou, deurframe. Ja, maar even niet dan. En doe ik hier wel een raam. Vijf zijn muren. Dat was waarschijnlijk al meer dan genoeg. Laten we daar eens in ieder geval mee beginnen. Om te bouwen. Als ik het zo zie, owner Nessie, last change Nessie. Dus technisch gezien zou iemand gewoon die blueprints neer kunnen zetten. En dan iedereen die materials heeft, kan daar aan bijdragen. Een beetje à la space engineers. Oké. Okay. Toen hadden we geen ijzer meer. Laten we jou in ieder geval maar weer oppakken. Dan zetten we jou in ieder geval weer even hier binnen neer. Nou staan. Pak bij de biosfeer. Een keypoint of iets zetten.
Oh. Echt een wijstuurt. Oh, zelfs hier wel donker. Af blijven lopen, dat we in ieder geval dadelijk weten hoe we er komen. O, kijk, dat was eigenlijk een. Special effects wel iets harder. Auw. Oh. Oh, je hebt maar een klein aardel op eentje, jij. Holy moly. Waar mag ik dit deel van maken? Another one bites the dust. You. I have gewoon weer veel te veel. Werk op de nek, half om goed te bouwen. As usual. En we moeten de plaats hebben. Doen we nog niks.
Voor de keer in ieder geval dus even de harvest multipliers wat omhoog gooien. Ik denk dat dat helpt. Ja, dat weet ik zeker dat dat helpt, maar... Dat is een grotere. Damp. Oh. Oh, kut. Dan nog één. Kan ik... Lijkt wel op. Lijkt erop dat ze een uitvoering hebben. Oh ja, natuurlijk hebben we nog resources. Zo heb ik een bullet. Bullets. 50 stuks. Klik, klik, reload. Oh, je moet dus het crafting ding open houden als je iets aan het craften bent. Dat weten we. In ieder geval die printer. Ik denk dat ik hem maar meteen eentje hoger maak. Hopen dan uren. Wat? Kijk of dat is wat je aan blueprints kunt zetten, dat het is. Dat er inderdaad een build limiet zit. Ah. Maar misschien omdat ik nog in de semi-tutorial zit. Dat zou ook kunnen.
Nou ja, dan maken we maar één hoog. Er zit niet heel veel anders op, hè? Door. Container administration tutorial. Administration term. Storage container. Heb ik echt groot gebouwd. Je mag. It's the